is Dinky. Dinky heb ik sinds voor mijn geboorte. En ze is gewoon mijn beste vriendin. Gaat overal mee naartoe. En vooral dit moment kan ik de steun helemaal gebruiken. Ik was de inaugurele prik. Dat was ook een hele plechtigheid. Ik ben blij. Het is een hele geruststelling en het is een hele oplading omdat ik een deel heb kunnen doen in die strijd tegen het virus. We hebben vandaag de officiële launch gehad van onze nieuwe editie van onze vaccincollectie Suriname, het Pfizer vaccin, waarop zoveel hebben gewacht. Het was vrij druk vanmorgen. Heel veel enthousiaste ouders en kinderen. En dat maakt het natuurlijk extra druk, want de meeste van de ouders die zijn al gevaccineerd. Want ze zijn zo met 3-4 kinderen gekomen. En snap je dat het dan best een soort kermisachtig beeld wordt, waarbij je nou dan nog de orde moet blijven behouden. Maar het enthousiasme zat er zeker in. Bij mijn binnenkomst zag ik een hele grote aanloop naar hier binnen toe. Dat betekent dat er een enorme motivatie is. We hebben als target om zoveel mogelijk te vaccineren. Maar we zien niet alleen jongeren, we zien ook volwassenen. Dus ik ben blij. De ouders komen met die kinderen. En er wordt direct gevraagd als die ouders ook gevaccineerd willen worden of als ze al gevaccineerd zijn. Dus als u nog niet gevaccineerd bent, dan mag u hier komen. U krijgt uw Pfizer, uw eerste, en na 3 of 4 weken de tweede. Since baby. Since birth. Ja, before birth eigenlijk. De eerste jongeman is meneer Matthij. Een jongen die zelf is op zoek is gegaan naar informatie. Zelf gesprekken gevoerd met doktoren, zoals hij het zelf aangeeft. Hij is geprikt. Het mooie is, zijn moeder is meegekomen. Die heeft zich tot nu toe niet laten inenten. En hij heeft er vlak hier kunnen overtuigen om ook het prikje te halen. Dus zij is ook het prikje gaan halen. Maar goed, er was een medische reden waarom ze niet wilde. Dus een twijfel. Die is weggewerkt. Ze zit hier nu. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Matthij heeft mij zo ver gebracht om het vandaag te doen. Ik was een beetje voorzichtig en bang. Maar als Matthij het kan, dan kan ik het ook. En hij heeft het voorbeeld gegeven. Dus hij heeft vandaag pas besloten om te vaccineren? Ja, klopt. Hier op het moment dat ik Matthij zag, dat prikje ontvangen, heb ik besloten om ook gevaccineerd te worden. Aan mijn leeftijdgenoten, andere tieners zou ik willen zeggen, ik heb een weloverwogen besluit genomen. Ik heb met artsen, specialisten, volksvertegenwoordigers gesproken en topsporters al hun overwegingen meegenomen. Dat hoeven zij niet te doen, maar ik heb wel heel graag dat zij ook gaan zoeken naar informatie. Van reputable sources, van bronnen die je kunt vertrouwen. En dat zij ook een geïnformeerde keus nemen. En dat hopelijk dat ze zich daarbij zichzelf beschermen, maar ook de totale samenleving. Ik heb er wat op. We zijn eindelijk onze kinderen komen vaccineren. We zijn hartstikke blij. Echt een geweldig initiatief. Mijn man en ik zijn beide dubbel gevaccineerd intussen. Ja. Wij zijn met AstraZeneca gevaccineerd. Ik wilde natuurlijk immuun zijn, want ja, er moet een verandering komen hier aan de samenleving. Want ja, we kunnen niet altijd in ons huis blijven voor de rest van ons leven. Dus ja, dat is een goede oplossing. Ik vind dat andere mensen ook moeten gaan vaccineren, want ja, zo gaat er echt een verandering komen. En dan kunnen we weer naar ons normaal leven gaan. Yeah. Inderdaad, ik ben met mijn 12-jarige zoon en mijn 13-jarige dochter hier. En waarom laat je ze vaccineren? Omdat het heel belangrijk is, ze moeten beschermd zijn. We weten dat een Delta variant nu in het land heel veel mensen
in het ziekenhuis terecht laat komen. Dus het is belangrijk dat jongeren ook gevaccineerd worden. Niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren. Bent u al gevaccineerd? Ik ben deels gevaccineerd. Ik heb het AstraZeneca-vaccin. En dus vond ik het belangrijk dat ook mijn kinderen gevaccineerd werden. Waarom ben je komen vaccineren? Omdat ik het belangrijk vind voor mijn gezondheid en voor dat van mijn familie, mijn kinderen. Bent u alleen gekomen? Met mijn dochter, met mijn oudste dochter. Ja. Hoe oud is zij? 13, bijna 14. Wat zeg je aan andere ouders? Om hetzelfde voorbeeld te volgen. Het kan alleen maar beter worden, denk ik. Hoeveel hebben jullie geprikt vandaag? Vandaag bij de Loonse Pfizer hebben we 1187 mensen geprikt. Waarvan 9 mensen een tweede prik zijn komen halen. Die elders, Frans Guyana, Miami of in een ander land, hun eerste prik hebben gehad. Een dag eerder hebben jullie proef gedraaid. Hoeveel mensen hebben jullie toen gevaccineerd? Ja, we hebben inderdaad een proef gedraaid met een iets kleinere groep om te kijken hoe dat allemaal ging. We hebben 208 mensen gevaccineerd, waarvan het gros, meer dan 90% waren dan kinderen. Omdat die ook de nieuwe doelgroep zijn, waar we het Pfizer vaccin gaan gebruiken. Die voorzien door de huisarts of de specialist normaal innemen. Deborah Bell. Mensen hebben ons heel vaak gezegd van maar ik kom pas vaccineren als het Pfizer is. Er is Pfizer, er is voldoende Pfizer. En flink gebruik van maken. We hebben keuze in Suriname uit 4 vaccins. Dat is heel erg uniek voor een klein land als Suriname en ook een land met niet heel veel geld. AstraZeneca, Sinopharm, Moderna en Pfizer. Heel veel vaccins ter beschikking. Het enige wat ontbreekt zijn de mensen die nog nieuw moeten komen om te vaccineren. Het beestje is ook beschermd? Ze is nog niet gevaccineerd, maar ze heeft wel een mondkapje dat ik even ben vergeten. Maar voor de rest zijn we allemaal, we isoleren samen.